Vidox Media, de officiële videopartner van FC Os TV. Mede mogelijk gemaakt door Verbruggen Os. Ragnar, je bent weliswaar in dienst van FC Os, maar ik denk dat je toch vanavond met een dubbel gevoel de wedstrijd inging, of niet? Ja, ik denk dat ik wel met een dubbel gevoel de wedstrijd inging. Natuurlijk is dit gewoon mijn clubje waar we nu zijn, maar wat je zegt, ik ben nu gewoon in dienst van FC Os. Dus tijdens de wedstrijd zet je die knop wel gewoon om. En dan ben je gewoon volledig bezig met die wedstrijd en liefst nemen dan gewoon die 3 punten mee naar FC Os. Klaas Wels, als ik jouw strijdplan van tevoren mag invullen, neem ik aan dat je als team goed wou staan, organisatie verdedigend stabiel wil hebben en wou loeren op de counter, klopt dat? Klopt. Dat gebeurt denk ik aardig. Dat gebeurt zeer goed, waarbij je weet dat je tegen een goede tegenstander speelt die één doel hebben, kampioen worden en terug naar de Eredivisie. En dan denk ik dat wij daarin vrij weinig tot niets weggeven en dat goed doen. En ja, als je dat klein maakt en inzakt, dan weet je dat je aan de voorkant minder gaat creëren. En dat is precies hetzelfde als je pressing speelt, dan weet je dat je aan de achterkant ruimte openlaat. Dus goed gedaan daarin, in het gekozen speelwijze. Want sinds vrijdag hebben we al de gedachte dat wij hier niet zijn om het publiek te vermaken. Want dat interesseert ons een stukje minder. Wij willen gewoon onze eigen punten binnen weten te slepen. Nou, en dan is het 0-0 bij rust. Heb je weinig of niets weggegeven. Dan zet je de puntjes op de i. Probeer je nog wat accenten te leggen. Nou, en dan sta je in de 47e minuut geloof ik met 0-1 voor. Je weet, een volle golf kan wonderen doen voor NEC. Was dit de wedstrijd dat je voorheen verwacht had? Ja, op zich wel. Daarom heb ik ook voor deze tactiek gekozen. Kom je op 0-1. Het enige wat niet in het plan opgesloten lag, dat we na 2 minuten de 1-1 binnen zouden krijgen. Maar wat je zegt over die ambiance is fantastisch om hier te mogen spelen, om hier te kunnen spelen. En daar word je als speler beter van, daar ontwikkel je van. Nou, en hebben we ons redelijk staande weten te houden. Echter, maken we een foutje die ons de kop kost. En dat is de 1-2. Ik denk echter dat de vlugge 1-1 de echte doodsteek van de wedstrijd is. Ja, ik vond dat we de eerste helft daarin niet echt konden counteren en echt tot kansen konden komen. Dus dat is ook dan weer een afweging die je moet maken. Je wilt hier ook gewoon punten pakken en 1 is leuk. Maar op zich zou 3 nog beter zijn geweest. En daarom was het mooi dat we voorkwamen. Helaas niet vast kunnen houden. Alleen je ziet wel aan de trainer dat hij aan het einde ook gewoon aanvallend gaat wisselen. Want we wilden gewoon punten pakken.